zijn inmiddels anderhalf jaar verder. Matthäus 2 gaan we lezen met elkaar. Het kraambezoek na anderhalf jaar. Matthäus 2 en we lezen de versen 1 tot en met 11. De bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Waar de evangelist ons heeft opgetekend door de Heilige Geest toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes. Zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. En zeggende, waar is geboren de koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea, gelegen, want alzo is geschreven door de profeet Micha. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen. En vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie de ster die ze in het oosten gezien hadden, die ging hen voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. Tot zover. De eerste die op kraambezoek kwamen bij Maria en Jozef waren een paar herders. Een paar Joodse mannen. Ze hebben het evangelie, staat er, in Bethlehem verkondigd, maar we hebben niet gehoord of gelezen dat heel de stad leegliep en ook op kraambezoek ging bij Maria en Jozef. Een enkele herder. Hé jongens, 8 dagen later is Maria en Jozef op het tempelplein en is daar een oude vrouw en een wat jongere man nog, Simeon, op het tempelplein. Een Joodse man en een Joodse vrouw. Zij zijn een van de weinigen waarin de Bijbel geschreven staat dat zij verwachtende waren de vertroosting van Israël. En morgenochtend zullen we daar wat meer over horen. Het derde kraambezoek in de Bijbel is 1,5 jaar later. Precies weten we het niet. Er staat wel dat Herodes naastig onderzocht heeft wanneer ze die ster hebben gezien daar in het oosten. En wij weten dat de kinderen in Bethlehem van onder de 2 jaar door Herodes gedood zijn. Dus het moet ongeveer, misschien wel 1,5 jaar geleden zijn, dat Jezus geboren is. Er staat ook nu dat hij woonde in een huis. Dat lezen we niet in het Lucas-evangelie. Er is tijd verstreken tussen de geboorte van Jezus en dat ze wonen op de een of andere manier. Om welke reden? Ze wonen in Bethlehem. Best heel apart. Eerst kraambezoek van Joodse mannen.
En daarna van Simeon en Anna, godvrezende mensen. En het derde kraambezoek gaat over heidenen. Mensen die niet woonden binnen de grenzen van Israël. Maar waarschijnlijk in Mesopotamië, in Babel, daar kwamen ze vandaan. Ook heel apart dat het bijvoorbeeld bij de herders gaat over en ge zult zijn naam heten, hij is de zaligmaker van zondaar. Bij Simeon gaat het over uw zaligheid. Bij de wijze uit het oosten lezen we daar helemaal niks van. Zij zijn gekomen om de koning van de Joden te aanbidden. Dat staat er. Maar er wordt niets gezegd over zalig van zonde. Ook niet over uw zaligheid, zoals bij Simeon en Anna. Maar het accent ligt daarop dat ze gekomen zijn om de koning der Joden te aanbidden. Daar straks natuurlijk wat meer over. Zo beschrijft Matthäus dit evangelie. Het was in de dagen van de koning Herodes. Die zetelde in Jeruzalem. En deze wijzen uit het oosten, die zijn natuurlijk gekomen naar de hoofdstad van Israël. Wat hebben we vanmorgen gehoord, toch? Athene was de hoofdstad van Griekenland en Rome was de hoofdstad van Italië. En Jeruzalem was de hoofdstad en de stad waar het bol stond van de godsdienst, dat was Jeruzalem. De wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem. Ze hadden een ster gezien, staat er, want wij hebben een gezien, een ster in het oosten, en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Ik lees de tekst zo, gemeente, dat ze in Mesopotamië die ster hebben gezien. Een bijzondere ster. En ze zijn op reis gegaan, maar ja, er staat niet dat die ster hen in Jeruzalem gebracht heeft. Er moet iets anders zijn waarom dat het voor deze mensen een reden was om op reis te gaan, met z'n drieën waarschijnlijk. Dat is helemaal niet bewezen nog, dat zullen we ook straks horen. Maar dat ze op reis gegaan zijn naar Israël. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dat iets te maken met de profetie van Bileam. Bileam heeft namelijk in het Oude Testament geprofeteerd. U weet het, hè, in de situatie van Balak. En Bileam die heeft iets geprofeteerd over de laatste van de dagen. Zo staat het in Numeri. Kunt u nalezen. In Numeri 24. Ik zie iemand staan, niet nu, maar in de toekomst. En hij komt op in Israël. En het is als een ster die opkomt aan de hemel. Hij zal koning zijn over Israël. Hij zal Moab vernietigen, het volk dat afstamt van Set. En hij zal de vijanden verslaan. En hij zal Edom en Seir veroveren. Eeuwen geleden heeft dit Bileam geprofeteerd. Niet omdat hij dat zo graag wilde. Maar de Bijbel leert mij dat God hem gaf te spreken, deze profetie. Op een of andere manier moeten deze wijzen uit het oosten gehoord hebben dat Bileam dit geprofeteerd heeft. En toen zij die ster zagen, toen dachten ze aan het woord van Bileam. Trouwens geen godvrezende profeet, hè? Maar wel een man die door God gebruikt wordt om het woord door te geven, ook in die dagen in Babel. Dus deze drie mannen, ze worden drie koningen genoemd, maar dat heeft eigenlijk ook geen grond in de schrift. Maar in ieder geval, dat getal drie, dat heeft te maken met de geschenken die ze brengen. Daarom heeft de traditie geleerd dat het waarschijnlijk drie verschillende koningen waren. Die specerijen brachten, mirre, goud en zilver. Maar het staat er niet. Is ook niet belangrijk. Telt ook helemaal niet zo mee.
Maar het is wel heel belangrijk dat deze drie mannen, die hoorden niet bij de herderstand. Zij kwamen uit een heel ander segment van de geschiedenis. Zij waren wijs, ze waren onderlegd, ze hadden verstand van sterren en ze hadden verstand van de stand van sterren. Maar ze zijn door God in beweging gezet, want ze moesten naar het kind Jezus. En ze komen daarom in Jeruzalem en ze denken, daar is natuurlijk die koning der Joden. Logisch, daar is de troon van Herodes. En als die koning geboren is, wordt hij natuurlijk geboren in een paleis. Heel begrijpelijk. En de koning Herodes, die hoort dat deze drie mannen de stad binnenkomen en dat ze vragen, waar kunnen we die koning vinden? En er staat letterlijk in de schrift, want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. 1,5 jaar geleden stond er aan het hemel rond een ster. En het was een bijzondere ster, die hadden we nog nooit eerder gezien. En laten we even aannemen, we zijn gedachtig geworden aan het woord van Biljam. Dat die ster iets te maken heeft met een belangrijke gebeurtenis in Israël. En ze zijn op reis gegaan. En ze wisten niet waarheen, dus naar de hoofdstad Jeruzalem. En wij zijn gekomen, zeggen ze, om die koning de eer te geven die die koning toekomt. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Heidenen notabene. Dat is ook apart. Die komen naar Israël toe om de koning van Israël te aanbidden. En de koning Herodes, die hoort dat deze mannen gevraagd hebben aan het volk in Jeruzalem. Waar kunnen we hem vinden? Ook apart zeg, dat Herodes, die gaat notabene dominees en ouderlingen en diakenen vragen hoe het precies zit. Hij roept een soort vergadering bij elkaar, staat er. En al die mannen die er verstand van hebben, waarvan? Van de Heilige Schrift. Dat is ook apart dat Herodes ze bij elkaar roept en dat het iets te maken heeft met de Bijbel, met de Tora en met het koning zijn van Israël. En ze vraagt hem, waar zou de Christus geboren worden? En ze wisten precies het antwoord. Ze waren zo doorkneed in de schriften dat ze gelijk zeiden, dan moet je in Bethlehem wezen. Want er staat in Micha een profetie in de Bijbel waar die geboren zou worden. Dat was geen discussie. Dat was ook geen vraag. Al die dominees waren het met elkaar eens. Want er staat, en gij Bethlehem, gij land van Juda, gij zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen, uit Bethlehem. En die zal mijn volk Israël wijden. Toen Herodes dat gehoord had van deze dominees, ging hij naar de wijze toe. Daar mochten geen andere mensen bij zijn. En hij zegt tegen deze wijze, als je hem straks gevonden zal hebben, boodschapt het mij. En hij vroeg tegelijk, wanneer is die ster bij jullie verschenen? U kunt het allemaal lezen in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En hij zei tegen hun, weet je wat jullie doen moeten? Jullie moeten doorreizen naar Bethlehem. Dat lag niet zo erg ver bij Jeruzalem vandaan. En je moet onderzoek doen naar dit kinderke. En als je het hebt gevonden, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden, Herodes. Dat is ook apart, hè? Dat je de Bijbel uit je hoofd kent. En dat je precies weet wat er in de Bijbel staat. En dat je andere mensen onderwijst en de weg wijst en je blijft zelf thuis. En dat niet alleen, maar heel de stad was ontroerd. Er ging een schok door heel Jeruzalem heen dat de drie mannen
wijze mannen, rijke mannen uit het oosten gekomen waren om de koning der Joden te aanbidden. Zelfs Herodes was aangedaan. U bent misschien ook wel eens aangedaan, of niet? Dat je het allemaal precies weet hoe het staat in de schrift. En dat je misschien anderen ook nog wel de weg wijst. Maar dat je zelf blijft waar je bent, dat is volgens mij het ergste wat je overkomen kan. Domme Herodes. Domme Joden. Jullie hadden het kunnen weten, want de schriften die stonden er inderdaad vol van. Maar ze zijn thuisgebleven. Ook is het best apart, hè, dat heidenen komen om een koning der Joden te aanbidden. Dat is net zoiets als die Moorman. Die Moorman kwam ook naar Jeruzalem om de God van Israël te aanbidden. Hij heeft alleen een boekrol gekregen. Hij mocht nog niet eens de tempel binnen. Maar hij kreeg wel in Gods voorzienigheid een boekrol mee en hij las die op de wagen. Weet u het nog? Maar hij was ook gekomen om de koning der Joden te aanbidden. Er was helemaal geen koning der Joden. Tenminste, er was niks van te zien. Het was het kind in de kribbe, hebben we gehoord vanmorgen. Er was niks aan dat er aanleiding was dat hij een koning zal zijn. Straks hangt er een bordje boven zijn hoofd. Maar het is spot. Dat is om hem belachelijk te maken. De koning der Joden. Ze wilden dat bordje eraf hebben. Want ze schaamden zich, de Joden, dat dat hun koning was. Hij hing daar straks aan het hout, naakt, tot een schande voor andere mensen. En trouwens, voordat ze hem hebben gekruisigd, hebben ze hem een koningsmantel omgedaan en hebben ze met hem gespot. Ze hebben hem belachelijk gemaakt. Ze hebben hem vernederd. Ze hebben een kroon op zijn hoofd gedrukt. En ze hebben er een spotkoning van gemaakt. En deze mensen komen ongeveer 32 jaar daarvoor, komen ze naar Jeruzalem om te aanbidden. Omdat ze geloven dat deze Jezus een koning is der Joden. En ze zien er niks van. Dat is denk ik heel bijzonder in deze geschiedenis. Alleen de vraag is, en die geef ik met u mee naar huis, dat alle teksten die in de Bijbel staan, goed luisteren hoor, die te maken hebben met kerst, hebben in eerste instantie niks met kerst te maken. Als u een tekst kan opnoemen waar het koningschap van Jezus niet in gezegd wordt, dan moet u echt goed uw best doen om dat te vinden. En dat het in de eerste plaats niet gaat over zijn geboorte, maar dat al die adventsteksten gaan over zijn koningschap. We beginnen even bij Micha. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal voortkomen, wat zal er voortkomen? Een heerser. Die zal een heerser zijn over heel de wereld. Nee. Er zal iemand voortkomen daar in Bethlehem Ephrata. Die zal een heerser zijn over Israël. En zijn oorsprong zal zijn van oudsher. Een tekst die de kinderen misschien op school leren. Rondom de geboorte van de Heer Jezus. Natuurlijk, hij is in Bethlehem geboren. Hij is in Ephrata's velden geboren. Maar een heerser. Ik heb geen heerser gezien. Ik heb wel gezien een kind der smarten. Dat heb ik wel gezien. En ik heb wel gezien een kind gelegd in een kribbe. Maar ik heb niet gezien een heerser. Niet alleen deze tekst, maar in Jeremia 23
Daar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David de rechtvaardige spruit zal verwekken. Moet u horen. En die zal koning zijn. En die zal regeren. En die zal voorspoedig zijn. En die zal met recht en gerechtigheid regeren. En hij zal recht doen op de aarde. Trouwens, de engel zegt tegen Maria, die straks geboren worden, zal worden uit jou, die zal het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ook al over dat koningschap. Zacharia die zingt vol van de Heilige Geest dat er een verlosser zou komen van onze vijanden en van de hand van degene die ons onderdrukken. Omdat hij barmhartigheid doen zou aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Een kind is ons geboren. Oh, dan lijkt het een beetje op kerst. Maar wacht even, een zoon is ons gegeven en de heerschappij, het koningschap is op zijn schouders. En wat voor een koning zal dat dan zijn? En zijn naam zal zijn Vredevorst. Raad, sterke God, Vredevorst. Allemaal namen die horen toch niet bij kerst, maar horen bij het koningschap van Jezus. In Ezechiël 34, dat is de laatste tekst. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn en mijn knecht David zal de vorst zijn in het midden van u. Ik, de Heere, heb het gesproken. Hoe zit het nou eigenlijk? Nou, laten we het makkelijk oplossen. We vergeestelijken toch gewoon. We zeggen gewoon, het gaat niet over Israël, maar het gaat over het geestelijke Israël. Zo denken sommigen. Want dat letterlijke Israël, dat is voorbij. Dus je moet er maar niet op rekenen dat er nog iemand komen zal die straks koning zal zijn over dat letterlijke Israël. Dan is het opgelost. Je zou het ook nog wat anders op kunnen lossen. Het gaat over de troon van David. Dan zal die koning zijn over Israël. Hij zal een scepter krijgen om de heidenen te verdelgen en om zijn volk Israël te weiden zoals een herder dat weidt. Je zou het op kunnen lossen. Dan we die troon gewoon in de hemel zetten. En we zeggen gewoon tegen elkaar, hij zit al op de troon. Want hij is met hemelvaart naar de hemel gegaan. En daar regeert hij. Maar hij is het ook opgelost. Nou ja, of je moet natuurlijk echt moeite ermee hebben dat je wil laten staan wat er staat. En dat je niet alles zomaar een geestelijke draai geeft. Zodat je er een beetje een soort legpuzzel van kunt maken. Maar is het dan niet waar dat dit kinderke Jezus opgevaren is en dat hij aan de rechterhand van de Vader zit en dat hij deze wereld regeert? Ja, dat geloof ik zeker. Wees niet bang. Maar dat is nog wat anders dan dat er geprofeteerd is dat hij op de troon van David zal zitten. In de hemel, dat wordt nooit genoemd de troon van David. Waar is die troon van David? Hier op aarde. Maar er is niks te zien van dat koningschap. We zien een man van smarten. En we zien straks dat dat kinderke groot wordt. En dat het moet lijden. En straks vergaat de glorie. Want als ze van Jeruzalem daar weglopen, de Emmausgangers, dan zeggen ze tegen elkaar, wij hoopten dat hij het was. Wat? Die Israël verlossen zou. En het is heden de derde dag en het is nog niet gebeurd.
Geloven jullie dan? Geloven jullie dan? In een aards koninkrijk. Volgelingen van Jezus. 3,5 jaar aan zijn voeten gezeten. Onderwezen in het Oude Testament. En al de teksten konden ze uit hun hoofd. En ze hebben 3,5 jaar gedacht dat hij naar het paleis zal gaan in Jeruzalem. 2 dagen voor zijn dood dachten ze dat het koninkrijk van God terstond zal komen. Alle 12 discipelen, behalve 1. Judas. Judas kreeg het in de gaten. Dat dat koninkrijk waar die discipelen allemaal op wachten, dat dat niet zal komen. En daarom zocht hij gelegenheid om de farizeeërs het te gaan vertellen. Maar dat even zomaar tussendoor. Ik hoop niet dat u ook zo bent. Een volgeling van Jezus. Om er beter van te worden. Om straks misschien wel minister van Financiën te worden. Toen Judas dat doorkreeg, toen wilde hij een eind maken aan zijn leven. Want toen had het leven geen zin meer. Zo zijn er ook mensen, als ze hun carrière niet bereiken, dat ze een eind willen maken aan hun leven, omdat ze niet kunnen bereiken wat ze bereiken wilden. Judas zocht de plaats van het verderf. Maar even terug naar die discipelen. Gelooft u dan op grond van de Bijbel dat de discipelen het goed hadden? Ja. Verwachten ze echt een aards koninkrijk? Ja. Dat hadden ze niet uit de lucht geplukt, maar ze hadden de schriften onderzocht en het Oude Testament stond er boordevol van. Ze hadden geen Nieuwe Testament. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij wel klein onder de wezen, onder de andere volken en andere dorpen, maar uit jou zal een heerser voortkomen. Logisch toch? Moet niet zeggen domme discipelen. Moet niet zeggen die mensen hadden er helemaal geen verstand van. Dan moet niet zeggen dat die mensen de plank mis hadden. Deze mensen hebben het heel goed begrepen. Maar 1 ding hebben ze niet zo begrepen. Het lijden en sterven van dit kind Jezus, dat hebben ze niet begrepen. Ja, vergeef het me, moet misschien straks rekenschap afleggen, maar dat wil ik ook doen. Maar ik neem het ze nog niet kwalijk ook. Want het Oude Testament laat er wel iets van zien, schemerachtig. En Jezus heeft alleen de laatste 2 maanden van zijn leven gesproken over zijn lijden en sterven. Meer dan 3 jaar heeft Jezus gepredikt, wonderen en tekenen gedaan en gezwegen over zijn lijden. Wat wilt u hiermee zeggen? Nou, de wijzen uit het oosten die gaan op reis naar Bethlehem en ze zien de ster weer die ze gezien hebben daar in Mesopotamië, in Babel. Die zien ze staan boven het huis waar Jezus woont. En ze komen daar binnen en ze knielen daar voor hen neer. En ze leggen al hun schatten die ze meegenomen hebben, die leggen ze aan de voeten van het kindeke neer. En ze aanbidden hem als koning. Door het geloof, want er was niks van te zien. Maar ze geloofden het. Waarom? Omdat ze het gehoord hadden uit de profetie. En ze waren bevestigd geworden door het woord. Die ster heeft hun ten diepste de weg niet gewezen. Maar het woord heeft hun de weg gewezen. Toen ze hoorden in Bethlehem Ephrata. Daar is die geboren koning der Joden. Zijn ze op het woord van het geloof, door het geloof, gegaan naar Bethlehem. Om dit kind te aanbidden.
Wat wil ik met deze tekst op deze eerste kerstdag in deze avond aan u duidelijk maken? Ik zeg het met voorzichtigheid, maar wel met overtuiging. Ik geloof dat de wereld nog niet vergaat. Wij geloven namelijk op grond van de schrift dat Jezus Christus naar de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Amen. Van harte mens. Dat kind Jezus heb ik u vanmorgen gepredikt. Ik heb hem als een boodschapper uit de hemel in de schoot gelegd van uw hart. En ik heb u ernstig en welmenend gewaarschuwd. Als u dit kind niet door geloof en door bekering ter harte neemt, gaat u verloren. Het is nodig, willen wij getroost sterven, getroost leven, dan komt dat dit kindertje in ons hart komt wonen. Als een zaligmaker. Dat je dat kind, mijn jongen, daar in de kribbe, dat je dat leert omhelzen. Dat je dat leert om dat kind aan je hart te drukken. Dat je door het geloof mag weten dat dit kind ook voor jou de dood is willen ingaan. Daarom is dat kind in Bethlehem dierbaar. Dan ga je door het geloof zien, gemeente, dat hij vlees geworden is van mijn vlees. Dat hij mijn lichaam heeft aangenomen. Hij was God. De majesteit van hemel en aarde heeft mijn mens zijn aangetrokken als een jas. Met de Epis gesproken. Maar zijn godheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, die hebben we maar één keer gezien in de 33 jaar. Al die andere jaren was zijn majesteit en heerlijkheid verborgen achter zijn mensheid. Want hij was gekomen om te lijden. En hij was gekomen om te sterven. Maar daar op de berg der verheerlijking, toen heeft hij even aan drie van zijn troetelingen, heeft hij even laten zien zijn koninklijke heerlijkheid en schoonheid. Toen heeft hij even de jas uitgetrokken, met eerbied gesproken, van zijn mens zijn. En toen zagen Jacobus, Johannes en Petrus dat hij glansde als een ster aan de hemel. En dat hij wit was als wol. En zoals het boek Openbaring het zegt, in Openbaring 1. Zo hebben ze hem daar gezien in zijn heerlijkheid, in zijn koninklijke gedaante, in zijn majesteit en heerlijkheid. En deze Jezus, het kind Jezus, is gestorven. En wij geloven dat het Lam Gods de zonde der wereld wegneemt. En wij geloven op grond van de schrift dat we alleen behouden worden door het geloof in Christus. Maar daarmee is het werk van Jezus niet tot een eind gekomen. Wij geloven op grond van de Bijbel dat hij zijn werk voortzet in de hemel. En dat hij daar zit om te regeren. Jazeker. Maar ik geloof nog iets. En wat ik geloof is niet belangrijk. Maar wel dat de Bijbel er bol van staat. Waarvan? Dat hij zijn koningschap hier op aarde nog moet laten zien. We hebben hem gezien als het Lam van God. Maar we hebben hem nog niet gezien als een koning zittend op een troon. Een koning waar de Bijbel van zegt dat hij zijn vijanden zal vertrappen in de wijnpersbak. De vijanden van zijn volk Israël. Wij hebben hem nog niet gezien dat hij op de troon zit en een scepter zal hanteren. Om zijn volk te leiden zoals een herder zijn kudde leidt. Moet dat dan nog gebeuren?
Moet God nog iets gaan doen met dat Israël? En moet God ook nog wat doen met zijn lieve zoon? Dat hij als koning zou regeren over zijn Israël? Wat dacht u? Maar dominee, ik dacht dat de wereld zou vergaan. De wereld kan nog niet vergaan. Want er staan heel veel beloftes in de Bijbel die nog vervuld moeten worden. Het Oude Testament staat bol, bol van het koningschap van Jezus. Er is ook niks van te zien, zeg. Nee, toen niet. Herodes zat op de troon, een nazaat van Esau. En Israël was ver weggezonken in de duisternis. Maar de wijzen uit het oosten hebben het gezien. En ze hebben het aanbeden. Maar dominee, als je door het geloof de Heer Jezus mag kennen als het Lam van God, dan wordt hij toch ook koning over jouw leven. Jazeker. Dan komt hij toch op de troon van je hart zitten. Jazeker. Dan gaat hij toch jouw leven leiden. Jazeker. Maar dat is niet de troon van David. En u bent geen Israël. U bent een heiden. En als u tot het geloof gekomen bent, dan hoort u bij Gods gemeente. En natuurlijk, als het over het heil gaat, dan is Jood en heiden, Efeze 2 vers 11, Jood en heiden in het kruis van Christus 1. Maar Israël heeft een plus boven de gemeente van God. Welke plus? Dan wij geloven dat Israël nog tot bekering moet komen. Daar staat de Bijbel vol van. Daar wacht u natuurlijk ook op. Want het is u toch om de eer van God te doen, zeker? Of denkt u, als ik maar behouden ben, dan is het goed? Ja, zo komt u er niet. Als God je behoudt, dan krijg je te doen met de eer van God. Dat kan niet anders. Vroeger had je het met je eigen te doen. Maar waar zie je dan naar uit? Nou, dat Gods beloftenissen zijn vervulling niet zouden missen. God heeft beloofd dat Israël, gans Israël, geheel Israël, tot bekering komen zal. Staat in de Bijbel, Romeinen 11 vers 25, Jeremia 31. En als dat gebeuren zal dan. Ja, zei pas een dominee, dan drukt morgen God op een knopje en het is gebeurd. Oh ja? Waar staat dat? Dan staat er juist als dat gebeuren zal, dat hij niet alleen zijn volk zou redden en reinigen van ongerechtigheid, maar dan zal hij juist koning zijn over zijn Israël. En dan zal er iets gebeuren waar heel de wereld van ontdaan zal zijn. Ontdaan. Dat zal zoveel effect hebben over de wereld. Ja, voor u die het al in uw hart gegrift staat, is het allemaal maar herhaling. Maar er staat in Romeinen 11 dat wij, omdat Israël het verworpen hebt, hebben wij de prediking van de verzoening gekregen. Dat is een godswonder. Een godswonder. Maar wat zal het straks wezen als Israël tot de aanneming zou komen van Christus? Wat zal dat straks teweeg brengen voor de wereld? Ik zal het u vertellen. De Bijbel zegt een opstanding uit de doden. En wie speelt daar een rol in? Israël. Het uitverkoren volk van God. En daar zal straks niet David op de troon zitten, maar wel een uit de geslachtslinie van David. En wie is dat dan? Jezus. Hij was uit het geslacht van David. En hij zal niet alleen Israël verlossen van ongerechtigheid, maar hij zal ze ook weiden zoals een herder zijn kudde weidt. Wat zal dat wezen? Daar moeten de Palestijnen straks, en in Libanon en in Egypte, moeten wel verbaasd gaan kijken naar Jeruzalem en zeggen, wat gebeurt daar?
Weer zo'n bekende tekst. Dan zullen 10 heidense mannen de slip pakken van een Joodse man. En we zullen zeggen, we gaan met jou mee. We gaan afronden. U zegt, wat gaat het mij aan? Waar hebt u het over, dominee? Ik moet gered worden. U hebt lang genoeg de tijd gehad om gered te kunnen worden. En als God u redt, dan redt u u niet om in de hemel te zetten. Maar als God mensen wederbaart en God mensen vernieuwt, weet je waarom dat hij dat doet? Omdat u voortaan in een nieuw leven voor God hier op aarde zou leven. Wat is dat voor God leven? Dat je in liefde zou wandelen voor God en je naasten. Dan draait het niet meer om jezelf. Het draait zo vaak allemaal om ons ik, gemeente. Als ik maar niet naar de hel ga. Als ik maar naar de hemel mag. Als ik maar beter mag worden. Als ik maar geld mag verdienen. Als ik. Het gaat om één ding. God moet aan zijn eer komen. Vorige week uit Lucas 18 gepreekt. Het zit in mijn hoofd en in mijn hart. Zal er dan de uitverkorenen die dag en nacht tot God roepen, zal God ze dan niet naar hen horen? En waar bidden ze om? Waar bidden ze om? Maranatha. Kom haastelijk, Heer Jezus. Blijf niet te lang meer weg. Want deze wereld die zucht als in barensnood. En wij maar huizen bouwen. En God is bezig om erin te blazen. Want er moet ruimte komen voor een nieuwe tijd op aarde voordat de wereld vergaat. En dat draait toch om dat landje Israël. Het spijt me, God heb ervoor gekozen, ik niet. U had misschien een ander volk uitgekozen, God niet. God zegt, ik heb jullie lief gehad. En ik heb jullie getrokken omdat ik met jullie zou gaan pronken. Nou zeg het maar, wanneer heb God kunnen pronken met zijn Israël? Ze hebben hem aan het kruis gespijkerd. En weet je wat ik ook nog vaak denk? Ja, ik tel me maar kwetsbaar op hoor, maar in Thessalonicenzen staat dat er iemand in de tempel zal zitten en zich als God zal laten vereren. Het zou wel eens een Jood kunnen zijn. God heeft niks anders dan verdriet van dit volk gehad. Totdat de dag komt dat hij het deksel van hun hart wegneemt. En dat hij dit volk zou reinigen van hun ongerechtigheden. En dan zal dit volk een sieraad zijn voor de wereld. En dan zal de wereld het zeggen en het getuigen. Dat Christus Jezus niet alleen het Lam van God is, maar ook koning is die regeert over zijn Israël. Nou, dit wou ik even kwijt. U kunt het straks gewoon in de kliko gooien. Daar doet u dan maar mee wat u denkt dat u daarmee doet. Maar ik wil u ernstig vragen om het te onderzoeken of dat het al zo is naar de schriften. En als het niet zo is, mijn deur staat dag en nacht open. Als u mij overtuigt op grond van de Bijbel dat ik de plank mis zit. Maar ik kan het ook niet helpen, gemeente. Ik heb een tweede bekering in mijn leven meegemaakt. En de eerste die ging over mijn heil. En de tweede ging over mijn visie op het volk van Israël. En misschien denkt u wel, dat zeggen sommigen ook wel, daar doen ze me erg veel pijn mee. Die dominee heeft Christus ingewisseld voor Israël. Nou, de mensen die dat hebben gezegd, die hebben er nog niks van begrepen. Want Christus en Israël, die hebben onlosmakelijk alles met elkaar te maken. Hé jongens, hij is geboren uit een Joodse vrouw. Hij is opgegroeid in het Joodse land.
Hij noemt zijn volk de verloren schapen van het huis van Israël. En hij heeft gezegd tegen de Canaanese vrouw: jij bent een heiden, jij hoort er niet bij. Want ik ben gekomen voor de verloren schapen van mijn huis van Israël. Toch kon die vrouw erbij horen. Deze vrouw kon Jezus niet loslaten. Jij wel? Stel je voor dat de duivel vanavond zegt: je bent niet uitverkoren. Dat weet hij trouwens niet hoor. Maar laten we zeggen dat hij je ermee benauwt dat je niet uitverkoren bent. Misschien zeg je: als ik dat zou weten vanavond, zou ik nooit meer naar de kerk gaan. Dan zou ik er een poosje van wat nemen wat er van te nemen valt, dominee. Dan zal ik genieten wat er van te genieten valt. Arme jongen, je hebt het niet begrepen. Het is beter om te zeggen: ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. Als laatste, voordat we naar huis toe gaan, op deze kerstavond, waar we misschien wel kerstbroden eten en kerstlichtjes hebben branden. Maar ik hoop dat u en ik kerst mogen hebben in ons hart. Omdat dat kind gelegd is in de beestenstal van mijn leven. En dat ik door het geloof, jongens, meiden, dit kind omhelst. Wie durft het? Wie durft het? Wie durft het vanavond te geloven? Is dat een kwestie van durven, dominee? Het is de Heilige Geest die mij vrijmoedigheid geeft om hem aan mijn hart te drukken. Daarom durf ik te zeggen: wie durft het? Niet omdat het een prestatie is, maar de weg waarin God dat doet de Heilige Geest door het geloof. Daarom wel gelukzalig is die man en die vrouw die mag zeggen: het kind Jezus is niet alleen voor anderen op de wereld gekomen, maar ook voor mij. Dat ik enigermate vrede met God heb door het kind wat ik door het geloof heb lief leren krijgen. En nou zie ik er naar uit. Elke morgen als het de gordijnen open doet, zie ik er naar uit dat hij komt om zijn heerlijkheid op aarde te laten zien. Veel heerlijker dan dat de engelen op aarde verschenen. Dat hij de doxa, de heerlijkheid van God zal laten zien over deze verdorven wereld. En de geest en de bruid die zeggen: kom. En die het gehoord heeft, die zeggen: kom. En die dorst heeft, die komen. En die nemen het water des levens om niet. Amen.